Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag heb ik een leuke video voor jullie. Want deze video gaat over sieraden en wat op dit moment mijn favoriete sieraden zijn. Eventjes om te laten zien. Hier hangt een hele bedrading. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat is speciaal voor jullie. Voor mijn microfoon en zo. Dus ja, voor dit microfoontje is namelijk zo'n meterkabel nodig. En I don't know why. Maar in ieder geval, alles is volgens mij gewoon goed nu. En laten we beginnen met mijn eerste sieraad, wat ik heel veel draag. En dat zijn er eigenlijk twee. Dat zijn deze oorbellen. En ik vind ze zelf heel erg mooi. Ze zijn van echt zilver. Ik weet niet meer precies waar ze vandaan komen. Maar ik heb ze een tijdje geleden ergens gekocht. En ze zijn, ja, het zijn gewoon van die ronde oorbelletjes. Maar ze zijn dus zilver en ik heb twee gaatjes. Dus ik vond dat heel erg mooi bij elkaar staan. En ik hou wel van een beetje de clean look. En zoals jullie kunnen zien waarschijnlijk, mijn helix piercing is eruit. Kwam natuurlijk, ging ontsteken, bla bla bla. You don't wanna know, girl. Dan heb ik een armbandje wat niet helemaal mijn favoriet is, per se. Maar ik vind het gewoon een heel mooi armbandje. En dat is dit armbandje van Guess. En het is een zilver armbandje ook. Hij is van Lucardi. En het enige wat ik dus niet zo fijn vind, is de sluiting. Want doordat ik die heel vaak open en dicht doe, omdat je die natuurlijk, je slaapt er niet mee. Dus het enige wat je doet is open en dicht. Zeg maar, je houdt hem om de hele dag. En ja, daarna haal je hem weer af. Maar zoals je kunt zien, gaat hij heel makkelijk los en open. Dus hij valt heel vaak van mijn pols af. En dat is wel vervelend, maar ik vind het gewoon zo'n mooi armbandje. Dat hij wel in mijn favorietenlijst moest. En deze was geloof ik nu afgeprijsd van €60 naar, I think, €20. Dus ik weet niet of de actie nog steeds loopt. Maar je kunt even kijken. Dus dit armbandje van Guess, super mooi, echt zilver. Ja, echt zilver, I don't know. Misschien stainless steel, I don't know wat het is. Maar ja, alleen dus de sluiting, Lucardi. Ik vind dat jullie dat daar wel iets aan mogen doen. Maar voor de rest is een heel mooi armbandje en I like it. Het volgende armbandje is denk ik echt een van mijn lievelingsarmbandjes geworden sinds mijn verjaardag. Mijn verjaardag was 13 maart, dus dat is alweer een tijdje terug. Maar dat is dit armbandje met allerlei hartjes. Hij is van Fay, de webshop. En ik weet niet wat het is. Het is of stainless steel of zilver, want het was wel duur. Het was geloof ik €30, €35. Dus het was wel aan de prijzige kant. Maar zoals je ziet zitten er dus allemaal hartjes aan. Hij is zeg maar aan de onderkant wat losser dan aan de bovenkant, zodat hij mooi om je pols heen valt. Ik heb deze bijna elke dag om. In het andere shot zie je wel dat er in het hartje V staat gegraveerd. En ik zorg altijd dat dat hartje aan de bovenkant zit. Ik heb nu, dat hartje heb ik nu. Dus hij zit altijd aan de bovenkant van mijn pols, omdat ik dat gewoon mooi vind. En ja, ik weet niet. Ik vind dit altijd heel erg mooi. Hij is heel erg, hij is losjes en je kan hem best wel strak doen. En ik heb echt best wel een smal polsje. En dat valt me dan nog heel erg mee, dat je hem best wel strak kunt doen. Dus ja, deze mocht sowieso niet missen in mijn lijstje. En dan als laatste alweer. Ja, deze lijst ging vrij snel. I don't know why. Maar ik wilde gewoon even snel een video opnemen. Omdat ik gewoon heel graag een video wilde maken. En dat is dit armbandje. En je zult misschien wel denken, oké, dat is een heel klein armbandje. Maar ik hou van minimalistisch goud, zilver. Ik hou daar best wel van. Dus dat is dit armbandje. Dit armbandje heeft drie verschillende kleuren balletjes eraan. Eentje is brons, eentje is goud, eentje is zilver. En ik weet niet of het merk misschien hierop staat. Nee, dit is gewoon een vierkantje. Ik weet niet precies het merk waar het vandaan komt, want ik heb het ook voor mijn verjaardag gehad. Maar deze is ook heel erg minimalistisch en past eigenlijk overal wel bij. Deze kun je ook heel strak doen. Ja, het valt gewoon heel erg mee als, valt heel erg tegen als je hele dunne polsjes hebt. Dus dan is het best wel moeilijk om echt mooie armbandjes te vinden die goed passen en niet gelijk, zeg maar, als je nu heel dun pols had gehad en het had niet goed gepast, dan weet je gewoon dat het hangertje zit gewoon aan de onderkant aan het eind van de dag. Dat weet je gewoon. Iedereen met dunne polsjes, we know the struggle.
Dat was trouwens helemaal niet de laatste. Ik heb hier ook nog een ring die ik altijd omdoe. Deze doe ik eigenlijk nooit af. Ook niet tijdens het slapen, niet tijdens het douchen. Ik heb hem altijd om. Ja, je ziet het nou niet. Het is heel erg stom. Maar ziet het in het andere shot, zie je het wel. Dit is een... waar was het van? Van Lucardi is het een ringetje van. En het is, ja, voor mij gewoon een heel bijzonder ringetje. Ik heb hem wel zelf gewoon gekocht. Ik heb hem niet gekregen. Maar ik vind het echt een heel erg mooi ringetje. Het is gewoon een steentje erin. Maar het is ook weer zilver. Ik heb hem gewoon altijd om. Je ziet mij nooit zonder deze ring. Dus deze moest er ook nog snel even bij. En graag had ik jullie eigenlijk ook nog een kettingje willen laten zien die ik een tijdje geleden heb gekregen ook. En dat is zo'n mooi kettingje, maar ik denk dat die in mijn schooltas zit of zo, want ik kan hem even niet vinden, want ik neem dat ding overal mee naartoe. Maar goed, deze armbandjes draag ik namelijk het liefst bij elkaar. Ik ga nu een beetje in elkaar zitten, maar deze armbandjes draag ik het liefst bij elkaar. Dit armbandje draag ik dan aan de andere kant, als hij dus niet van mijn pols afvalt. En zoals je ziet, hou ik super veel van zilver. Maar als jullie het nou leuk vinden, kunnen jullie mij volgen op Instagram. Linkje staat hieronder in de beschrijving. En ook in beeld, mijn gebruikersnaam. Daar komt namelijk een hele leuke post op. Met een heel mooi nieuw kettingje van een nieuwe lijn van Bijou Avenue. Dus als jullie dat willen zien, ga zeker even mijn Insta checken. Dat komt denk ik overmorgen of de dag daarna komt het erop. Dus, wanna watch it? Hou mijn Instagram in de gaten en dan kunnen jullie dat zien. Dat is namelijk super leuk, want ik hou heel erg veel van sieraden. So, go watch it. Dan was het alweer de korte video. Ja, het was best wel een korte video voor mijn doen. Maar ik wil jullie gewoon gauw even mijn favoriete sieraden van deze maand. Eigenlijk al over de year laten zien, want ik draag deze bijna elke dag. Dus ja, dit was de video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Reageer even hieronder. En abonneer op mijn kanaal als je niks van mij wilt missen. En dan zie ik jullie snel weer. Bye bye!